Super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video ga ik jullie weer gezellig meenemen in een dagje in mijn leven. Ik heb namelijk vandaag een contentdagje, dus ik heb mezelf net klaargemaakt. Dit is mijn outfit. Ik heb dit topje aan van de Zara, lekker basic. Deze broek in het grijs van de H&M en dan mijn Adidas Samba's. Ik wilde nu eventjes mijn tas gaan inpakken. Dit is de tas die ik meeneem. Ik ben weer helemaal in het grijs vandaag, maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik heb al helemaal zin in de herfstoutfits, dus ik ben gegaan voor grijs. Maar mijn jas, die maakt de outfit helemaal af. Dat is namelijk deze. Ik hou echt van het jasje. Ik heb hem echt al zo vaak aangehad. Maar het blijft gewoon een van mijn favoriete jasjes. Dus ik ga deze weer lekker aandoen. Het is vandaag ook een beetje... Ja, het is echt een beetje tussenweer. Het ziet er daarachter heel donker uit. Gaat het regenen? Daar heb ik niet op gerekend. Nee, maar het lijkt wel alsof het gaat regenen. Maar hij zegt van niet. Maar ik wilde mijn tas even gaan inpakken. Ik krijg ook echt heel veel vragen over deze tas. Maar ik kom van de Zara. Wel een oudere collectie. Maar dit model brengen ze best wel vaak terug. Maar deze is dus echt lekker groot. Dus daar past veel in. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik ben echt een overpacker. Ik neem het liefst te veel mee dan te weinig. Net als met een koffer inpakken. Maar ik neem het boek mee wat ik aan het lezen ben. Want ik wil ook heel graag weer even naar de vampieren gaan. Om daar gewoon even lekker te lezen. Iets lekkers te bestellen. En boek te shoppen. Dus dat gaan we ook gezellig doen in deze video. En dit boek ben ik op het moment aan het lezen. En hij is mega spannend. Dus ja, die gaat natuurlijk mee. En verder heb ik hier nog van die andere dingetjes die meegaan. Ik heb hier bijvoorbeeld een handgel. Ik heb een lippenbalsem. Dit is echt zo'n lekkere lippenbalsem van Vaseline. Dus die neem ik mee. Een lipstick. Dit is ook mijn favoriete lipstick. Mer van MAC. Mijn AirPods, mijn telefoon, mijn portemonnee, smintjes en nog een deotje. Dus dit ga ik ook nog allemaal even in de tas doen. Zo, en dan komt alleen nog mijn camera erbij. Let's go! Let's go to the trein! Want ik ga lekker met de trein naar Eindhoven. Ik ga weer naar Eindhoven, dat heb ik niet gezegd. Maar Eindhoven, daar ga ik altijd heen. Het is gewoon de stad die voor mij echt het dichtst bij is. Ik ga meestal wel naar grotere steden als ik gewoon met vriendinnen of familie of mijn zussen ga of zo. Maar alleen ga ik niet zo snel een uur of twee uur met de trein. Dat ga ik liever doen. Dat doe ik liever met iemand anders, zal ik het zo zeggen. Maar naar Eindhoven vind ik echt superleuk. Dat is dus ook lekker dichtbij. Dus daar ga ik nu weer heen. Nou jongens, ik zit in de auto. Ik ga aanrijden naar het station, want ik ga weer met de trein. Al ga ik heel even snel checken of er niet iets is met de trein, want dan kan ik beter met de bus. Nee, als het goed is, is er niks. Dus dan kan ik gewoon lekker met de trein naar Eindhoven. Het is ongeveer 20 minuten / kwartier. Ligt eraan of ik de Intercity pak of de Sprinter. Maar nu ga ik voor de Sprinter, want die gaat al eerder. Om 6:50 en het is 9:30. Dus ik ben wel een beetje vroeg eigenlijk. Ik heb ook helemaal geen drinken meegenomen. Maar dat doe ik eigenlijk altijd. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus een beetje dom. Maar dan koop ik wel iets in de stad. Ik ga lekker muziekje aanzetten. Flitsmeistertje. Dan komt het helemaal goed. En dan gaan we lekker shoppen. Ik heb er heel veel zin in. Of in ieder geval filmen en shoppen. Meestal koop ik ook wel iets. Want dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik heb er heel veel zin in. Hier keek ik echt letterlijk al de hele week naar uit. Dus ja, oké, mijn lijstje. Dit nummer vind ik zo leuk. Het is echt al heel oud volgens mij. Maar ik kom er nu pas mee. Nou, ik zit weer in de auto. Deze dag ging helemaal anders dan ik had verwacht en had gepland. Dus dat vond ik echt heel erg jammer, want ik... Oh, dat is wel fijn.
Dan kan ik dadelijk de auto zelf ook lekker fijn wegrijden. Maar deze dag ging helemaal anders dan wat ik had gepland. Want ik was eerst naar de Primark gegaan om een Primark shop in me te filmen. Maar ze hadden echt de hele winkel nog vol hangen met van die zomerkleren sale. Dus het was echt nog helemaal niet leuk. Dus toen dacht ik van oké, dan doe ik dat wel gewoon bij een pashokken shoplog. En dan ga ik een pashokken shoplog maken. Dus ging ik naar de Zara. Maar de collectie, daar vond ik ook helemaal niks aan. Ik vond het echt niet leuk. Het is ook super druk in de stad trouwens. Dus overal was het echt heel erg druk. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik naar de H&M. Nou, de H&M is dus helemaal verbouwd in Eindhoven. Dus die is echt wel heel erg mooi geworden. Echt een hele luxe, chique winkel. Ik heb daar ook een TikTok van gemaakt. Maar daar vond ik ook niks leuks. Ja, ik heb volgens mij 4 dingen gepast, maar ik paste het allemaal niet. Het was allemaal veel te groot. Dus dat is heel erg jammer. Dus toen dacht ik van, ja, dan laat ook maar. Ik ben even de Bershka ingelopen, maar daar vond ik ook niks. Dus ik denk, ja, laat die video's allemaal maar. Ik heb wel wat gefilmd in de boekenwinkel, maar daar was het nog drukker. Dat was echt de drukste winkel van allemaal. Want daar hadden ze ook iets georganiseerd voor, ik denk, eerstejaarleerlingen of zo. Die daar iets moesten doen, een opdracht. Dus er stond een hele rij buiten. Wat was dat? I don't know. Ik heb wel, moet ik zeggen, een aantal leuke dingen gekocht. Dus dat ga ik zo even aan jullie laten zien. Vooral bij de Primark en natuurlijk bij de boekenwinkel. Maar verder, ja, het was het allemaal niet. Dus ik ga lekker naar huis rijden. Het is volgens mij iets van 4:30 of zo, denk ik. Ik ga het even kijken. Ik gok 4:30. 3 uur is het. Nou, het is nog ineens 4:30. Dion komt vanavond naar mij. Maar ik ga jullie thuis even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En dan ja, neem ik jullie gewoon vandaag nog mee. Misschien ook dat jullie dit hele weekend allemaal meeneem in de vlog. Ik weet niet hoe lang die nu is. Dus dat ga ik heel even checken. Maar ik ga even naar huis rijden. En dan laat ik jullie alles zien wat ik heb gekocht. Oké, ik ben thuis van de stad. En ik dacht, ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik heb ook wat boeken besteld op bol.com. Die ik ook even aan jullie ga laten zien. Ik heb namelijk een superleuk idee voor een boekenvideo. En daarvoor had ik gewoon even wat meer boeken nodig. Ik wil namelijk een promptjar kies mijn TBR voor de aankomende maand. Dus dat wil ik gaan doen. Maar mijn TBR karretje zat echt niet vol. Dus ik denk, ja, René, je moet echt even wat boeken kopen. Anders is die super leeg. Dus dat is natuurlijk helemaal, dat vind ik natuurlijk helemaal leuk. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat ga ik ook laten zien. Maar ik ga even beginnen met de dingen die ik heb gekocht in de stad. Ik heb ook weer wat boeken gekocht. Want zoals ik al zei, mijn TBR-karretje moest gevuld worden. Dus die heb ik hier. Maar ik zal even beginnen met de dingen die ik van de Primark heb. Ondertussen heb ik ook letterlijk echt al 10 van deze tassen. Want ik vergeet ze steeds mee te nemen. Ik had er vanochtend niet meer aan gedacht. Het eerste van de Primark wat ik heb gekocht is dit shirtje. Ik vind hem zo leuk op dit topje. Het is eigenlijk een beetje een gebreid topje. Dat kun je zo wel zien. Heel erg leuk. Met dan een beetje van die pofmouwtjes. En dan is het dus een gestreept shirtje. Heel erg leuk. Dus hier ben ik echt super blij mee. Ze hadden alleen helaas maar deze kleur. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Of in ieder geval dit printje. Ze hadden niet nog een zwarte of een wit of zo. Dus ik ben gewoon lekker gegaan voor die. En deze heb ik in een S en kost 15 euro. En dan heb ik als laatste bij de Primark. Het zijn allemaal echt herfstdingen. Want daar was ik echt naar op zoek. Maar dit hele leuke vestje. Ik kan deze wel even aandoen. Dat is deze. Die vond ik zo schattig. Kijk, je moet het even niet zien met dit shirtje. Maar kijk hoe leuk. Met ook die zakken hier. Ja, ik vond hem helemaal schattig. Voor de herfst en de winter. Dus dat is deze echt heel blij mee. En met dit topje ben ik ook heel blij. Want deze kan ook leuk naar werk met een pantalon of zo. Het is echt een chique outfit. Even kijken hoor. Deze heb ik ook in een S. En deze kost 21 euro. Kijk, ja. Zo kunnen jullie het zien. Dus dat zijn de items van de Primark. En ja jongens, dan gaan we even door met deze mega boekenshoplog. Ja, het zijn echt veel boeken. Ja, dus ik ga ze even laten zien. Ik ga eerst even een foto maken van deze boeken allemaal zo in de verpakking. Ik zal even beginnen met de boeken die ik vandaag heb gekocht bij Vampieren. Mijn favoriete winkel. Ze heeft het ook helemaal leuk ingepakt als een cadeautje. Echt heel lief. Tadaa! Dit zijn de boeken die ik heb gekocht. Ik heb het derde en het vierde deel van de Naturals serie gekocht. Dus nu heb ik deze hele serie gewoon compleet. Ik zal het dadelijk even laten zien, de hele serie samen. Want dat ziet er ook super mooi uit. Het derde deel is All In. Echt een super mooie cover. Kijk, zo ziet hij eruit. Aan de zijkant. Heel leuk. En dit is Bad Blood. Dit is deel 4. Ook het dikste van allemaal. Hoeveel bladzijden heeft deze? 500. En deze heeft er
bijna ja, 375, dus dat valt wel mee. Dus deze twee. Ik heb namelijk in juli op vakantie het tweede deel uitgelezen. En die vond ik zo leuk dat ik dacht van ja, Zenne, als je weer naar de boekenwinkel gaat en je vindt de goede uitgeverij, want dan match je alle boeken samen, dan moet je die gewoon meenemen. En nu hadden ze die, dus ik denk ja, ik neem ze gelijk allebei mee, want ik wil die hele serie ook gewoon hebben in mijn boekenkast. Want ik vind hem echt geweldig en de boekcovers vind ik prachtig, dus hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik de twee pakketjes van bol.com. Ik zal even beginnen met deze. En ik heb deze al opengemaakt, want ik heb gewoon, ik moet deze boeken meteen openmaken als ik ze binnen heb. Dit is, ik kan hier niet mee wachten. Dus ik heb deze alvast even gekeken. Het eerste boek is The Invisible Life van Eddie LaRue van V.E. Schwab. Super mooi boek. Dit is echt een heel mooi boek. Misschien wel een van de mooiste boeken die ik heb. Ik vind hem echt prachtig ook. Echt een dik boek. Maar ik heb hier super veel goede verhalen over gehoord. Dus ik ben heel benieuwd naar dit boek. Er zit hier iemand heel irritant op boren. Maar die heb ik. En dan heb ik hier nog een doosje met twee boeken. Als allereerste heb ik eindelijk Caravel besteld. Van Stephanie Garber. Ik wilde dit boek al heel erg lang. Dit is ook nog een boekclubboek. Dus die moet ik ook nog een keer gaan lezen. Maar super leuk. En ik heb The Pumpkin Spice Café gekocht van Laurie Gilmore. Maar ik heb dus echt gehoord dat dit een superleuk boek is voor de herfst. Dus vandaar dat ik hem ook heb gekocht voor de aankomende periode. Dus, dit zijn alle boeken die ik er weer bij heb. Het zijn er weer heel veel, veel te veel eigenlijk. Maar ik ben er heel blij mee. Dus deze ga ik toevoegen aan mijn TBR. Kijk, ik heb hier namelijk de andere twee boeken staan. Die horen bij de serie. Ik moet ze wel even goed leggen. Oh, oh my god, ze passen gewoon echt allemaal. Kijk even hoe mooi. Ja, hier ben ik echt super, super blij mee. Dus dit is het eerste deel, dan krijg je het tweede deel, het derde en het vierde deel. Dus hier ben ik echt mega blij mee. En dit is dus mijn TBR met nog wat boeken daaronder. Dus ja, dit zit alweer lekker vol voor lekker de TBR video waar ik heel veel zin in heb. Maar dan ga ik dit nog anders filmen. Maar dat ga ik aankomende maandag doen. Kijk trouwens ook hoe mooi de boekenlegger was die je deze keer mee kreeg. Echt zo mooi. Dus deze ga ik ook weer toevoegen aan mijn collectie. Het is nu ondertussen 4:15. Ik ga denk ik letterlijk heel de dag lezen. Heel de avond in ieder geval. Tot Dion komt. In The Gilded Cage. Ik denk dat ik hem misschien zoals vandaag wel uitkrijg. Ik moet nog, ik denk 80 bladzijden of zo. En het is super spannend. Ik wilde eigenlijk het derde deel hiervan kopen in de winkel. Maar die hadden ze niet. Ze hadden alleen een hele grote hardcover. En dat wilde ik niet. Want dat match je natuurlijk niet mooi. Dus ik ga deze ook even bestellen nog op bol.com. Want ik moet het derde deel hebben en lezen. Dus ik moet dit stuk nog. Echt letterlijk dit. Och, zo weinig. Dus ik ga dit lezen. En dan zie ik het verder wel vandaag. Ik denk dat ik jullie gewoon heel het weekend meeneem. Maar ja, vandaag ging iets anders dan gepland. Helaas. Het was wel leuk op zich, maar het was ook heel warm, heel benauwd. Ik ben ook ongesteld, dus dan ben ik altijd zo moe ook. En ja, nee, ik weet niet. Ik ga lekker mijn water opdrinken, lezen. En dat vind ik ook helemaal prima. Daar heb ik ook helemaal zin in. Het is ook mijn vrije dag, dus daar moet ik ook een beetje van genieten. Deze gemaakt door Zenne. En deze ook gemaakt door Zenne. Ik moet alleen die even anders doen. Zo. Deze of deze? Deze. En zo wel. En ik heb net lekker cupcakes gemaakt. En nu ga ik The Gilded Cage uitlezen. Ik wil namelijk echt super graag weten hoe dit boek eindigt. Want het wordt nu heel erg spannend. Ik moet denk ik nog, even kijken, ik denk nog 50 bladzijden. Dus misschien nog wel iets minder. Misschien wel 40. Dus ik ga het uitlezen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen. Want zoals ik al zei, het is spannend. Jongens, ik heb gewoon de hele serie compleet van Prison Healer.
Ik heb gisteren het boek uitgelezen. Ik heb verder niet meer gefilmd. Maar ik heb eigenlijk echt bijna de hele dag gelezen. Of heel de avond. Namelijk dus The Gilded Cage. En dit boek... Oh my god. Het einde hiervan was niet normaal. Echt niet normaal. Oh my god. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik hem 5 sterren ging geven. Nu denk ik ook van oké, had ik hem niet 5 sterren moeten geven? Maar ja, eigenlijk misschien wel. Maar het probleem met dit boek was, ik zat zo erg in een reading slump toen ik begon met dit boek. Ik heb hier namelijk denk ik echt bijna heel de maand over gedaan. Terwijl ik normaal veel sneller lees. Dus het begin hiervan vond ik heel erg slow. Mijn kenting zit niet goed. Maar het begin van dit boek, ik kwam er gewoon niet doorheen. Het duurde allemaal heel sloom en langzaam. Het ging heel langzaam in het boek. Dus toen dacht ik van oké, nee. Ik zat gewoon echt in een reading slump hierdoor. Maar ik ben dus donderdag heel erg begonnen met lezen. Vrijdag heb ik veel gelezen. Gisteren heb ik het boek dan uitgelezen. Dus ik was weer helemaal erin. Nu ben ik er weer helemaal in. En nu is mijn reading slump ook weer weg. Dus dat is super chill. Want ik had gewoon de afgelopen paar dagen, weken, totaal geen zin om te lezen. Ik wilde alles doen behalve lezen. Ik zat heel veel op mijn telefoon, YouTube te kijken, Netflix te kijken. Ik had gewoon echt geen zin om te lezen. Dus dat vond ik ook heel stom, want ik vind lezen juist heel leuk. Maar ik zat gewoon echt in die reading slump tijdens het lezen van dit boek. Maar op het einde, rond het midden, na het einde werd het super spannend, heel erg leuk. Het werd ook veel sneller allemaal en je wilde gewoon lezen wat er ging gebeuren. Het werd heel spannend. Dus dit boek heb ik uiteindelijk 4 sterren gegeven, maar zoals ik al zei, het neigt ook heel erg naar de 5 sterren. Maar die sterren boeit eigenlijk ook niks. Het was gewoon een supergoed boek. Het eerste boek had ik trouwens 4 sterren ook gegeven. Prison Healer. En dan heb je dus het derde deel. Die heb ik gisteren ook binnengekregen. Ik ben gisteren ook al gelijk begonnen in het boek. Ik heb vanochtend ook wat gelezen. Ik ben nu midden in een hoofdstuk trouwens gestopt. Maar bladzijde 70 ben ik nu al. Van The Blood Trader. Het derde deel. Oh my god. Deze vlog wordt trouwens ook een beetje een boekenvlog. Maar... het einde wat ik al zei van The Gilded Cage was echt niet normaal. Het was zo... ik kon niet geloven dat dat het einde werd. Dat dit ging gebeuren. Het mocht gewoon niet gebeuren. En het was gewoon weer gebeurd. Dus ik was echt helemaal shook. En ik dacht, ja, ik moet dit boek gewoon lezen. Dus ik was gisteren hier al aan begonnen. Ik ga nu ook even verder lezen hierin. Maar ik heb hem dus besteld op bol.com. Want in de winkel kon ik hem niet vinden. Anders had ik hem daar namelijk gekocht. Maar daar hadden ze hem niet. Ik had het ook gevraagd. Maar die kwam pas over 2 weken of zo binnen. Dus dat was heel erg jammer. Het enige nadeel is wel... dat deze hier een ander logootje heeft als deze. Kijk, dat is het enige. Maar het is wel dezelfde uitgeverij, maar het is gewoon een ander logo. Maar dat is letterlijk het enige, dus dat boeit me niet zoveel. Dus ik ga letterlijk vandaag de hele dag lezen, want het is zo'n goede serie. Echt, als ik jullie een fantasy serie weer kan aanraden, dan wordt het sowieso de Prison Healer. Ga het proberen, het is echt super, super gaaf. Vooral de hele wereld en het verhaal, het idee is echt ziek. Ik vind het echt heel goed bedacht. Dus het wordt misschien wel een van mijn favoriete fantasy series. Maar heel erg leuk. Dus vandaag ga ik gewoon lekker verder lezen in The Blood Trader. Het is vandaag ook zondag. Dus echt zo'n lekkere chill dag. Dus ja, die ga ik dadelijk lezen. En ik kom net terug van de Action. Dan ben ik even geweest met Dion. En ik heb 3 kleine dingen gekocht die ik even aan jullie wil laten zien. En ik ga even beginnen met hetgene waar ik het meest nieuwsgierig naar ben. Dat is namelijk de gel lak van de Action. Ze hadden hem eindelijk staan. Ze hadden ook nog een top en een base coat. En dan hadden ze 2 kleurtjes. Ik weet niet of dat... normaal meer kleuren hebben. Maar bij mij in de Action hadden ze deze 2 kleurtjes. Heel erg leuk. Deze lijkt best wel mintachtig. Maar ik heb hem even gecheckt. En hij is wat meer sage groen. En dit is echt een beetje oud roze. Super mooie kleurtjes. En je gaat er letterlijk niet geloven. Maar deze waren echt €1,60 denk ik of zo per stuk. En die van Pink Jellock zijn echt letterlijk €12 of zo. Dus echt niet normaal die prijs. Dus ik wilde die heel graag uitproberen. En ik heb een parfum gekocht, want ik heb gehoord dat deze een dupe is van Libre. En ik vind dat zo'n lekker parfum, maar ik vind hem echt heel erg duur van Yves Saint Laurent. Dus ik had gezien dat dit een dupe was. En ik zag hem nu en toen dacht ik van ja, die moet ik gewoon kopen. Zo. Oeh, hij ging er al bijna aan de onderkant uit, zagen jullie dat? Maar dit is hem. Hij heet dus ook Esprit Libre. Dus dit is de fles. Ja, deze ruikt zo lekker. Hij ruikt letterlijk precies naar Libre Sterren. Mijn zusje heeft die. En deze ruikt daar precies hetzelfde naar. Ik ga hem gewoon gelijk even opdoen. Oh, zo lekker. Ik denk niet dat hij heel lang blijft zitten, maar voor die prijs maakt dat echt niet uit. Dus dat zijn de 3 dingetjes die ik heb gekocht bij de Action. Echt super blij mee. En nu ga ik verder dus gewoon de hele dag lezen. Zoals ik al zei, is het misschien een beetje
een boekenvlog geworden. Dat was niet de bedoeling. Dus ik heb in deze vlog wat meer gepraat over boeken dan normaal. Dus sorry daarvoor als je dat wat minder leuk vindt. Maar ik denk dat het voor iedereen toch nog wel leuk is om te zien. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Zodat ik hem vandaag al kan editen en inplannen. Zodat hij voor jullie morgen, dus op de maandag, online komt. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Vond je deze vlog leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren mocht je het nog niet hebben gedaan. Dat waardeer ik namelijk mega erg. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe boekvlogs, vlogs, shopvlogs. Allemaal van dat soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou ook weer in een van mijn volgende.